We staan hier op de Fortzieten. Eind 2014 rolde hier de laatste Mondeo van de bank. We zijn niet bij de pakken blijven zitten. De Vlaamse regering heeft Johan Deurzen samen met Chris Peters het voortouw genomen voor het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat. En dat geeft zijn resultaten. Vandaag zijn er heel veel nieuwe vacatures, 24.000 is de werkloosheidsgraad lager dan op het moment van de sluiting van Fort Genk. En ook federaal hebben we initiatieven genomen. Samen met Koen Heens heb ik het initiatief genomen om een fiscaal regime te maken waardoor dat bedrijven die willen investeren in extra werkgelegenheid ook minder lasten moeten betalen. Dat alleen al heeft 1700 bijkomende jobs opgeleverd. Maar er is nog veel meer, hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat die maatregelen zuurstof hebben gegeven. En vandaag staan we op een terrein wat toekomst heeft. Ik ben ervan overtuigd dat de komende 2-3 jaren hier heel wat werken worden uitgevoerd. En we trekken hier logistiek naartoe. Logistiek met toegevoegde waarde, maar ook nieuwe maakeconomie. En zo moet dit terrein terug een kloppend hart worden voor Genk Zuid, maar ook voor Midden-Limburg. En die jobs creëren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat armoede en werkloosheid verder teruggedrongen wordt. En we eigenlijk van Genk, maar ook van Limburg, die samenleving maken waar we zo hard aan bouwen. Jobs en werkgelegenheid, daar gaan we voor. Dat hebben we altijd al gedaan. We staan hier op de Corda Campus, voor velen gekend als de Philips-site van de States. In 1963 werd hier de eerste radiocassette ontwikkeld en in 1983 was het dan ware revolutie, want toen werd de eerste cd ontwikkeld. Ook vandaag is hier plaats voor toekomstgericht ondernemen. Heel wat start-ups zijn zich hier komen vestigen. Ondertussen werken er 3000 mensen in 192 bedrijven en we verwachten binnen 2 jaar 5000 mensen binnen 250 bedrijven. Het succes van de Corda Campus heeft ons op het idee gebracht om hier in de buurt binnenkort sociaal-economie campus te gaan ontwikkelen, om daar de kans te geven aan sociaal-economie organisaties om zich te vestigen en aan sociale tewerkstelling te doen. Alleen al het afgelopen jaar zijn er in Limburg 6000 bijkomende startende ondernemingen bijgekomen. Het aantal faillissementen ligt op het laagste van de voorbije 6 jaar. We hebben tal van initiatieven genomen om die nieuwe economieën en ondernemingen een kans te geven. Ik denk aan Agropolis, Bike Valley, Bioville, PC Fruit, Greenville. Allemaal initiatieven, incubatoren, broeihaarden voor nieuw economisch ondernemerschap. Wij bereiden de toekomst voor. Christendemocraten hebben altijd oog gehad voor welzijn en voor kwetsbare mensen, ook als we geconfronteerd worden met grote economische uitdagingen, wanneer de jobs op het spel staan. En dat is ook gebeurd met het strategisch actieplan Limburg in het kwadraat. Niet alleen gaan voor innovatie, niet alleen gaan voor het versterken van het ondernemerschap, maar ook gaan voor de versterking van de Limburgse samenleving. Op zoek gaan naar die fundamentele krachten die kunnen zorgen voor meer weerbaarheid in Limburg bij kwetsbare Limburgers. En vandaar dat we ook geïnvesteerd hebben in kind en taal, dat we de kinderopvang in Limburg versterkt hebben, dat we ouderenzorg extra kansen gegeven hebben en het aanbod in Limburg ook fors hebben uitgebreid. En dat allemaal ook vanuit dat strategisch actieplan Limburg in het kwadraat. En diezelfde ambitie, hoe gaan we de samenleving sterker maken in Limburg, willen we meenemen in Kompas 2030. Op zoek naar welzijn en datgene wat mensen in Limburg verbindt en daardoor ook sterk maakt, ook in turbulente tijden zoals de tijden die we nu meemaken. We zijn in het verleden geconfronteerd geworden met de sluiting van de mijnen, de sluiting van Philips in Hasselt en de sluiting van Fort in Genk. Maar telkens heeft CD&V het voortouw genomen om Limburg veerkracht te laten tonen. Het voortouw om welvaart en welzijn voor de Limburgers voorop te stellen. En dat willen we opnieuw doen, met Kompas 2030. Want we geloven in de toekomst van Limburg. Een toekomst voor de maakindustrie. Een toekomst voor startende nieuwe ondernemingen. Een toekomst voor Limburg als slimme provincie. En dat willen we doen, met Kompas 2030. Opnieuw het voortouw nemen met al onze burgemeesters, gedeputeerden, parlementsleden en ministers. Want de toekomst van Limburg, die start hier, bij u, bij mij.